back, take me back. In deze aflevering van Surfers Paradise Fuerteventura gaan we op bezoek bij Oscar Schenk. Het is een jonge Noord-Hollander die 8 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Hij woont op een van de mooiste plekjes van Fuerteventura, maar daar woont hij niet alleen. Met een hele bijzondere hond, meneer Jansen junior. Ik loop op dit moment over Harbor Wall. Als het goed is, lopen Oscar en meneer Jansen junior hier ergens rond. Ik ben benieuwd of ik ze kan vinden. Bring on your hunters and let them bring the dogs. It's me that you want. I've been right here all alone. Hey. Hey, hoe gaat het? Lekker. Zo, wat heb jij een gave hond, zeg. Mooi beestje, hè? Ja, wat kan die jongen nog meer? Want ik zie dat hij stenen vangt en weer terugbrengt. Nou, terugbrengen doet hij niet echt, maar op zijn eigen leven en hij surft. Hij surft? Ja. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Cool, dat kan. Je woont samen met een heel bijzonder iemand. Ja, met meneer Jansen. Meneer Jansen junior. Waarom is hij zo vernoemd? We hadden in Wijk aan Zee bij de Hot Sun Surfshop hadden we een hond. Dat was meneer Jansen, een zwarte labrador. Ja. En dat was een beetje de king of the beach, de king van Wijk aan Zee. En net een maand voordat ik Jansen kreeg, overleed die hond. En dat ik dus die hond in mijn handen kreeg en dacht van, ik zoek nog een naam. Misschien mag hij wel meneer Jansen junior heten. Tenminste, als hij dan tenminste half zo cool is als meneer Jansen, de labrador. En uiteindelijk is hij is op zijn minst net zo cool. En hij gaat ook altijd mee naar het strand? Ja. En jij duwt hem dan de zee in of hoe moet ik me dat voorstellen? Normaal staat hij altijd naast me. Dus waar ik ga, daar gaat hij. En op het moment dat dat ik ga surfen, dan komt hij ofwel of niet mee. Dat hangt er een beetje vanaf. Als de golven ongeveer een halve meter zijn die voor op de kant op slaan, dan gaat hij wel mee. Hij surft tot net iets, voor hem in ieder geval dubbel tot triple overhead. Maar voor mij is het dan net head high. En als hij dan op het bord staat, zeg jij dan ook iets tegen hem? Ik zeg altijd, als hij een stukje moet lopen, zeg ik altijd moven. Dus dan is het gewoon move, move, move. En dan loopt hij een stukje naar voren en dan zit hij op de juiste plek. Grappig was eigenlijk, in het begin wilde hij altijd surfen. Dus als ik het water in ging, maakte niet uit waar, kwam hij achter me aan en dan moest ik echt met hem de kant op van Jansen, nee dat kan niet. En dan ging ik weer het water in en dan kwam hij weer achter me aan en ook soms echt met heel heftige golven. Totdat hij dus één keer echt een goede wipe-out heb gehad van een golf, anderhalve meter op zijn minst. En het was wel mooi, ik pakte de golf en hij viel in het schuim, zie ik gewoon zijn pootjes zo door de lucht zo in het schuim zo voorbij komen. Dus hij ging echt vol over de kop. Toen wilde hij wel naar de kant. En het mooie was dat hij de dag daarop is hij niet het water ingegaan. Dus heeft hij gewoon één dag heeft hij gewacht. Ja. Omdat hij wist van dat is toch wel hoger dan of er zit wel gevaar aan. Dus hij heeft toen zijn les geleerd en de dag daarna ging hij weer het water in. Ging hij gewoon weer het water. Maar ik denk dat hij daar wel langzaam een beetje zijn limit heb ontdekt. Wat
Wat een toffe dag, zeg. Cool, hè? Ja. Goed dag, ja. Absoluut. Je hebt een bijzondere hond. Heel erg bedankt dat je me hebt meegenomen. En, meer dan welkom. Zoals ik altijd zeg, see you on the next wave. Tot de volgende. Hoi.